U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Afgelopen nacht heeft het op anderhalve meter, de officiële waarneemhoogte, op een aantal plaatsen gevroren en vlak bij de grond op veel meer plaatsen. Het leverde prachtige plaatjes op met wat nevel, maar ook bereipte velden. De temperatuur op anderhalve meter lag vooral in het oosten en noordoosten van het land dichtbij of net onder het vriespunt. In het westen van het land hebben we wat minder lage minima gezien. Daar stond wat meer wind en daar heeft ook wat langer bewolking gehangen. Verder vandaag op veel plaatsen de zon. Maar we zien ten westen van Nederland wolken klaar liggen. En omdat de stroming gaat draaien naar het zuiden, trekken die wolken langzaamaan onze kant op. Meest actieve wolken zitten bij ons vandaan. Dat betekent dat het wel op veel plaatsen droog blijft. Maar we zien vanmiddag de bewolking wel wat toenemen. sluierwolkelijk voornamelijk, met in het oosten echt nog wel wat zon. 6 tot 9 graden in de avond daalt de temperatuur een graad of 6 om vannacht als minimum te bereiken. 3 graden in het noordoosten en 5 of 6 in het zuiden. De bewolking wordt wat dikker. Misschien dat er een spatje motregen valt in het noorden van het land, maar dat stelt allemaal heel weinig voor. Morgen overdag op veel plaatsen droog. Zeker in de middag. Dan breekt de zon ook wat vaker door. En met de zuidenwind wordt heel zachte lucht aangevoerd. Het wordt 10 graden in het noorden. 13, 14 graden. Misschien lokaal wel 15 graden in het zuiden van het land. De wind waait uit het zuiden, als gezegd, is zwak tot matig kracht 2 tot 4. Dat is ook zondag het geval. En een groot deel van de dag is het droog, met in de ochtend nog wat zon. In de middag van het westen uit toenemende bewolking. En waarschijnlijk in de avond gevolgd door regen. Nog steeds zacht, met 11 tot 14 graden. Na twee weken gaat de temperatuur wat omlaag. Met maandagochtend nog wat regen, daarna de zon. Dinsdag licht wisselvallig weer. En ook op lange termijn laat de temperatuur nog niet veel verandering zien. Het blijft aan de zachte kant. Voorzichtig zie je de lijn na volgend weekend wat dalen. Maar daarover is nog veel onzekerheid. Het lichtgrijze gebied is erg groot. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl